Ja, mensen hadden er zin in. De halve liters en speciaal biertjes die gingen hard vandaag. Na bijna een half jaar zijn de meeste terrassen in Leiden en de regio sinds gisteren weer open. Mede dankzij het mooie weer waren de meeste buitenplaatsen snel bezet. Gasten moesten vooraf reserveren en houden 1,5 meter afstand van elkaar en van het personeel. Terrasgangers die niet uit hetzelfde gezin komen zitten met maximaal 1 andere persoon aan een tafeltje. De versoepeling valt samen met het opheffen van de avondklok en ook mag er weer gewinkeld worden zonder afspraak. Lois van Rooij is floormanager bij Eetcafé Einstein. Ze vertelt hoe ze de eerste terrasdag heeft beleefd. Heel erg leuk. We hebben echt een hele leuke dag gehad. Eigenlijk vanaf 12 uur gelijk 50 mensen op het terras. Daarna ongeveer 10 mensen in de rij gehad de hele tijd. Tweede af, tweede op. En zo zijn we eigenlijk de hele dag lekker bezig geweest. Echt een supermooie dag. Hoe heb je je voorbereid? Nou, we hebben natuurlijk heel lange tijd gehad om ons voor te bereiden. Maar de laatste week natuurlijk alles opruimen, klaarmaken, terras terugzetten. Iedereen had er natuurlijk super veel zin in. Dus we waren er eigenlijk al heel lang klaar voor. Ging het zoals je had verwacht? Ja, ging goed. Het ging eigenlijk allemaal heel soepel. Ja, beter had het niet kunnen gaan eigenlijk. En wat gebeurt er nou om 6 uur? Zijn er dan, moet je echte mensen wegsturen of begrijpt iedereen het wel? We doen om 5:30 laatste ronde. En dan zeggen we al tegen mensen van laatste ronde. We gaan zo afrekenen. Om 6 uur moet het terras leeg zijn. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. En mijn collega heeft gezegd, willen jullie opstaan? En iedereen ging gelijk naar huis. Dus dat ging hartstikke goed. De terrasvreugde duurde slechts een dag. Niet de overheid, maar de weergoden zorgde slechts 24 uur na de heropening voor lege tafeltjes. Ja, heel jammer. Heel jammer. Ja, het wordt de komende dagen ook niet zo lekker weer volgens mij. Maar we hebben lekker parasols, heaters en mensen kunnen ook hier terecht als het wat minder weer is. Dus het komt helemaal goed.